Hallo allemaal samen. Ik ga vandaag een beetje vloggen voor jullie. Ik ga een beetje opnemen wat ik zo de hele dag ga doen. En een van de eerste dingen die altijd moeten gebeuren is met ons hond naar buiten, Sam. Dus we zijn nu onderweg. Een schone wandeling aan het doen in het zonnetje. Door de bloesems van het Haspengouw. Normaal ben ik alleen onderweg, maar als het schoon weer is en het zonnetje een beetje buiten is, is mijn vrouw ook erbij. Dus ja, op veilige afstand zou ik zeggen. Dus we hebben de chance wel dat we naar buiten kunnen, af en toe eens met een hond. Want anders alleen maar thuis zitten is niet zo plezant, kan ik me voorstellen, maar toch wel allemaal goed aan de regels houden. Dat we snel van die situatie weer af zijn. En allemaal weer mooiere dingen en een mooie zomer kunnen beleven. Het is tijd voor een gezond ontbijtje. Een beetje granola met yoghurt, fruit, vers geperste sap, zoals jullie gezien hebben. En een koffietje. Zoals jullie zien, staat vandaag een fietstour op het programma. Dus heerlijk weer. Mooie baantjes. Door het vel. Ja, genieten. Welkom bij Koken met Sascha voor Njam TV. Ik ga vandaag voor jullie een zelfbereide pasta maken, een bolognese saus. Hier staat al vast alles klaar. En we beginnen met de pasta. Voor de saus die we maken hebben we gehakt. Ik ga nog een courgette bijvoegen, pepertje, ajuin en een beetje boter. De pasta is klaar. We kunnen nu direct beginnen met koken als het water kookt. En we zijn klaar. Voilà, dat is het eindresultaat. Jullie gaan het proberen en laat het smaken. Even niet kort.